zegt men dat de AWS komt te vervallen. Maar heeft men in de nieuwe aanbestedingswet voldoende rekening gehouden met de overgangsbepalingen vanuit de UWS 96 naar dus de nieuwe wet? Voorzitter, voordat ik in het kader van de aanbestedingswet kom tot mijn conclusie, wil ik het volgende onder uw aandacht brengen. Voorzitter Isap, wanneer wij jarig zijn en wanneer u jarig bent, neem ik aan, in elk geval ik kijk naar mijn eigen situatie, dat we plenofeest, dan zorgen we ervoor dat we genoeg zand sparen. De mensen die kijken en luisteren, zeker in etap 45, etap 70, 80. Ben je jaren, maanden bezig te sparen. Dat je bij je drinken, je bestel je eten. Je reserveer je band. Ik zal geen reclame maken welke band, voorzitter. En dan doe je je zaak, voorzitter. Behalve, kennelijk wanneer je minister bent of president, dan je die niet rekening in, dan wordt het voor je bepaald. Wat, hoe, maar ook betaald. Door wie? Door ons, door de staat, voorzitter. Ik heb in dat kader, voorzitter, de president is onlangs op 3 februari jarig geweest. En om de uitgaven van dit feest te rechtvaardigen, is er dus in sommige termen, wanneer we ons dossier krijgen, is het volledig, voorzitter. Mijn brievenbus heeft weer zo'n dossier. Wordt in sommige opzichten, ik heb het hier, ik ga u straks geven, gesproken over, en we praten nu over aanbestedingen, over een dankdienst. Maar in dat dossier, voorzitter, zijn er misschien fouten gemaakt, minister, de regering zal ons zeggen, waar er diverse offerten en facturen zijn, waarop duidelijk is aangegeven dat snacks, hapjes, drankjes, maaltijden worden geregeld voor de verjaardag van de president. Het feest van de president, voorzitter, is gehouden voor een bedrag van SRD 3,3 miljoen. Voorzitter, zie daar de prioriteiten van de regering. 3,3 miljoen, voorzitter, voor een feest, terwijl de zorgsector geen medicijnen optimale voorraad heeft. Operaties niet kunnen worden uitgevoerd. Zorgwerkers schreeuwen om meer te verdienen. We hebben een paar ook van IBS allemaal hier gehad. 3,3 miljoen, voorzitter, ging een feest, terwijl stroomtarieven en overige nutsvoorzieningen onterecht en onrechtvaardig verhoogd worden. Voor de gemiddelde burger. 3,3 miljoen, voorzitter, voor een feest. Terwijl trends maandenlang niet zijn opgehaald. Aannemers wachten op hun geld. Straten niet worden gemaakt. De stad er vies er ver gewoon bij staat, voorzitter. 3,3 miljoen voor een feest. Terwijl een samenleving. Nogmaals zorgen die gewoon basisvoorzieningen, voorzitter. Ik praat niet over pracht en praal. Ik praat niet over Mercedes-Benz, Nike, Adidas. Louis Vuitton, nee, basisvoorzieningen, voorzitter Metagi. Die samenleving kan dat niet permitteren. Maar op onze kosten wordt er gefeest voor 3,3 miljoen, voorzitter. Ik kan nog doorgaan, voorzitter. De regering Finitiaan heeft minister Amafo moeten bedanken. Omdat zij zich schuldig heeft gemaakt aan aanbesteding en besteding van staatsmiddelen voor haar verjaardagsfeest. In deze case is het de president zelf die zich schuldig maakt hieraan. Immers, de anticorruptiewet, artikel 13, lid 2, voorzitter, is duidelijk en ik hou je dat voor. Wanneer we hier zien, voorzitter, in het dossier, en ik ga de naam van de bedrijven niet noemen, hier allerlei kosten voor geweldig mooie gestoffeerde stoelen, offertejaardag, president Paleis, lange tafels, potpalmen, 275.000, voorzitter, 250. Hier heb ik ook voor allerlei verlichtingen, grote tent, vent, zijwanden, grote ronde tafels, voorzitter, 848.000. Ik moet even aan de gaten zijn, 2 minuten, voorzitter, rond ik af. Voorzitter, zelf een staatsbedrijf hier, Sir Air Catering, dat mag ik noemen toch, Sir Air Catering, ons staatsbedrijf, een verjaardag van de president. Let er eens op.
9000 zoveel SRD, voorzitter. En zo kan, ik ga je dat heel dossier geven, maar dit kan niet, voorzitter. Ik geloof, wanneer we kijken naar de anticorruptiewet, voorzitter, is dat duidelijk dat wij onze middelen, de middelen van de staat, de middelen van de samenleving, moeten besteden zoals het hoort, hoe het hoort, voor wie het hoort, voorzitter. We hebben enkele weken terug een motie van wantrouwen van de president ingediend. Wij eisen dat de president de eer aan zichzelf houdt. Er is geen vertrouwen, voorzitter. De schandalen stapelen zich op, voorzitter. Terwijl wij hier zitten te sukkelen. Ik denk niet. Dus wie is Iwani, mijn collega Joggi, kunnen we dat niet goed praten. Je rent weg, voorzitter. Trouwens, dat weggeronnen van pijn en smart en deze schande. In een mouw geronnen weg. Je kan niet wegrennen hiervan. Je moet je confronteren, voorzitter, met een gegeven dat als parlement, als leden, wij moeten staan en trekken een streep hieronder en niet verder, voorzitter. Voorzitter, ik eis, echt waar, verklaring van, niet van minister die daar zit, die vandaag jarig is, of onze lieve minister van Sociale Zaken. Niet van de president, want hij gaat zeggen, van de vicepresident, want hij gaat zeggen, ik weet het niet, in ieder geval quoteren. Van de president, voorzitter, willen wij vragen wat hier aan de hand is. En wij vragen ook dat hij alle geld gewoon terugstort, dat het gaat naar die samenleving. Voorzitter, ik wil het lid ondersteunen. Want in het document let boven, wat kost de tafel? Een gedecoreerde tafel, werk weet niet meer. Oh my god. Meegens, maar dat was niet de enige, die 3.3. Er was ook een ander feestje, want er waren twee feestjes. Dus dat moeten we ook gaan kijken wat er precies is gebeurd. Maar ik ondersteun het lid met betrekking tot die motie van wantrouwen voor de president. Het maakt niet uit als het één dag voor de verkiezingen is. Het is toch gortig wat hier gebeurt met betrekking tot corruptieve handelingen, voorzitter. Ik hoop dat de ogen geopend zijn aan de overzijde in ieder geval. De aanbestedingswet is broodnodig, want al die spraakmakende corruptieschandalen in dit regeertermijn, waar het lid over heeft gehad, daar horen we niks meer van. En een heleboel van die cases hebben allemaal te maken met fraude bij aanbesteding. Steeds is er een presidentiële onderzoekscommissie ingesteld en al die presidentiële onderzoekscommissies hebben blijkbaar geleid naar een doofpot. Nu horen we dat er 3,2 miljoen is besteed voor een feestje voor de verjaardag van de president. Ik vraag me af of er ook een presidentiële onderzoekscommissie komt, maar dat zou zijn belangenverstrengeling. Want hoe kan een president dan van zijn presidentiële verjaardagsfeestje een presidentsonderzoekscommissie laten instellen? Ik hoop dat Rekenkamer daar onderzoek naar doet. En ik kijk er naar uit. Dezelfde president waar nu een onderzoek is over de case Panam. Wanneer gaan we de motie van wantrouwen in behandeling nemen? Ik dank u, voorzitter. Ik wil de waarnemend fractieleider wil ik vragen om dit niet alleen maar hier ter sprake te brengen, voorzitter. Maar dat wij dit ook moeten doorgaan naar de samenleving daarbuiten, wat er gebeurt met ons geld, voorzitter. Voorzitter, dit is schandelijk om te horen welke feestjes er allemaal georganiseerd zijn vanuit ABOP, VHP, terwijl wij hier salarissen van ambtenaren blokkeren. Terwijl wij hier aangeven dat er geen geld is voor verhogingen, et cetera. Voorzitter, het is schandelijk, schandelijk. En nogmaals, als ik dit alles gehoord heb, rest mij alleen maar aan te geven dat ik diep teleurgesteld ben in politici. En als we zo verder gaan, dat er niets overblijft van ons land. Wanneer ik hoor dat 3,7 miljoen besteedt voor feest, dan wil ik mijn vraag herhalen in uw college. Mensen met moneykaarten al 4, 5, 6 maanden, omdat het is vervallen, gaan ze om het te vernieuwen, is het antwoord, er is geen kaart of materiaal. Maar mij, ons voorzitter, een burger die van die moneykaarten afhankelijk is en dit steeds weer te horen krijgt, is mijn vraag via u aan de minister voor de geboden gelegenheid. Kan er niet een manier gezocht worden, bijvoorbeeld het heractiveren van die kaart, of die mensen oproepen die daar in het probleem zit, via de bank of per kas te ontvangen? Alsjeblieft, voorzitter, minister van Sociale Zaken, het is een kreet van mensen, je hart bloedt om dit allemaal aan te horen. En als er 3,7 miljoen is uitbesteed voor feesten, en niet te noemen van alle anderen waar geen prioriteit is in deze tijd, toch wel werd uitgevoerd, ja, voorzitter, dan maak ik me wel zorgen, ja.
President, in DNA is gesproken over een budget van 3,3 miljoen voor het uitgeven van uw verjaardagsfeestje van toen u 65 jaar was geworden. Wat kunt u hierop reageren? Kloppen de zaken die werden aangehaald? De president, de persoon van Chan Santokki, heeft zijn jaardag gevierd aan de Rooslaan op Lelydorp, waar het hele volk is uitgenodigd. Daar is mijn jaardag gevierd met het volk en dat is betaald privé. Op kabinet ben je staatshoofd, daar zijn er altijd mensen die je ontvangt. We hebben alle kinderthuizen ontvangen, we hebben alle bejaardeninstellingen ontvangen. Het is ook een programma voor hun geweest, het is consumptie geweest, je personeel, je diplomatic corps. Er is een hele show geweest in de Nationale Assemblée. Ik wist het echt niet, omdat niemand mij geappt had of niemand naar de president gebeld had over een of ander raadsvoorstel. Wat geen officieel raadsvoorstel is. Wat nooit goedgekeurd is. En daarvoor wordt een hele show gemaakt en niemand vraagt aan de president wat er aan de hand is. Pas toen ik bij het programma bij STVS was achter me, zei de journalist, de man Bombeli, dat is een sanatorie. En toen vertelde hij me, dus vrijdag ga ik alle informatie opvragen wat er aan de hand is. En blijkt dat er bewust en op het raadsvoorstel waren er aantekeningen al gemaakt van ongelden op bezwaar. Die heb ik niet meer bewust weggehaald. En dan stuurt men daar. Ik weet niet of hij het bewust doet of iemand hem misleid heeft. Maar uiteindelijk zijn er raadsvoorstellen gepresenteerd met betrekking tot ontvangst door de president van verschillende groepen. En één is een raadsvoorstel van 582.000. En één is een raadsvoorstel van 551.000. Waarbij specifiek is aangegeven met alle noden waarvoor ze bestemd zijn in verband met de ontvangst. Wat op zich gebruikelijk is als staatshoofd. Maar dat wat men daar in DNA een hele show geeft, is gewoon nonsens. Het is gewoon een politieke show die men daar geeft. Maar ook vanwege het feit dat men die vraag niet stelt aan de regering, proef je ook een stukje kwaadaardigheid. Met beschuldigingen, met al die zaken. Ik heb een team van juristen gevraagd om al deze stukken goed te bekijken. Of er niet tijd is om te laten toetsen of men bewust bezig is met valse informatie, met onjuiste informatie, personen te bekladden en het instituut van DNA te gebruiken om immuniteit te krijgen, maar alles te mogen zeggen. Dan gaan we naar de procureur-generaal sturen om te toetsen hoe dit kan en hoe dit allemaal kan. Maar zo doorgaan kan het niet. Begrijp je? Dus dat is in feite de informatie. Maar nogmaals, alles wat met de jaardag is thuis gevierd, Lelydorp. En daar zijn ook in de buurt van 10.000 mensen gekomen. Ze hebben allemaal goede ontvangst gehad. Allemaal privé en uiteraard met ondersteuners betaald.